En dan neemt hem nu op. Dan neemt hem nu op. Hartelijk welkom, Herr Gliesman. Dankeschön. Ik heb je opmerkingen gezien, even naar aanleiding over de vorige uitzendingen. Jij hebt wat dingen aangeleverd, die kan ik in de show bij de description box of zo erbij invoeren. Ja, de tekst. Linkjes en zo, ja. De tekst is eronder en de links kun je in de description box bijvoegen. Ja, ik doe dat altijd. Als je mijn video's bekijkt, dan zie je dat ik er altijd veel moeite voor doe. Klopt, stimmt. Ja. Om te proberen om de mensen dan ook hun eigen research een beetje op gang te zetten. Hè? Dat je ze een handvat geeft, ja. Dat zelf kunnen kijken. Dat ga ik allemaal gebruiken. En dat kennismakingsgesprek. Ja, wat voor stiegwoorden, wat voor trefwoorden zou jij daar passend bij vinden? Jouw naam, mijn naam, jouw website, mijn website. Ik gebruik in feite altijd min of meer dezelfde tekst. Dat is Jezus Christus, Reformatie, New World Order, Antichrist. Allemaal zo van die dingen. Ik bedoel, ik heb daar een heleboel tekst die ik altijd gebruik. En hier en daar pas ik dat dan een beetje aan. Nagelang over welke lezing of zoiets dat nu ging, dat ik dat een beetje ga aanpassen. Maar voor de rest... Aan de andere kant, een positieve is, ik zal er even controleren... Maar het aantal views wat we hebben over onze laatste, hè? Kijk hoor, wat is het? 21. En dat is voor, het is maar een beperkt taalgebied wat we doen. Dus echt niet slecht hoor. Dus een mooie, er zijn er echt van minder, laat ik het zo maar zeggen. Het is goed aangekomen. Dus dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Ja. Het zijn misschien maar kleine dingen, maar... Er hoeft er maar eentje tussen te zitten die de moeite neemt om het door te brieven aan een ander. Ja, en dan wordt het 1 wordt keer 3 en dan 3 keer 3 is 9 en dan 9 keer 9 is 81. Een avalanche begint ook met een kleine sneeuwbal. Ja, precies, exact. En de waarheid is toch het enige wat ons, wat iets biedt, laat ik het zo maar zeggen. Al die verhaaltjes erover, al dat vrolijke gedoe en... is niet gezond voor ons mensen. Het is beter om maar te beseffen dat er inderdaad in het verleden een aantal hele vervelende dingen gebeurd zijn. En als we niet oppassen, dan gaan ze nog een keer gebeuren. Ja, zo is het. Nou, waar zou je de draad op willen pakken? Want ik heb zelf nog in ieder geval één opmerking over die vorige uitzending. Tuurlijk, doe maar. Ja, precies. Met Eric John Phelps. Hè? Want ik ken die naam, ik ken die man ook gewoon, maar ik weet niet of onze luisteraars er ook zo van op de hoogte zijn. En jij maakt daarin de opmerking dat Eric John Phelps niet de waarheid spreekt doordat hij bepaalde dingen niet zegt. Klopt. Ofwel zegt hem niet de waarheid doordat hij dingen uitlaat, ofwel verdraait hem die waarheid indien hij bepaalde dingen op een andere manier vertelt als de waarheid. Ja. Mijn voorbeeld over Daniel, kapitel 9, versen 4 tot 27, is een voorbeeld van dat hem puur aan het liegen is. Dat hem... Antichrist-doctrine, katholische doctrine vertelt in plaats van de waarheid. Ja, want dat boek Daniel, dat met die 70 weken of 7 weken, wat was het nou? 70. Ja, 70 weken. En dat is een bepaalde era. En daarin voorspelt Daniel de komst van, mag jij het zeggen? Daniel wordt de toekomst voorspeld, hij voorspelt het niet. Oké, vind ik ook goed. Maar wat wordt hem voorspeld? Het komen van de Messias, van Jezus Christus. En dus niet van de Antichrist. Dat is dan zo'n beetje toch? Of begrijp ik het, maar je mag me corrigeren. Hè? Nee, ik moet je niet corrigeren. Dat is compleet juist. Maar dat probleem is, als je dat leest. En ik moet dan eventjes een keer de King James daarbij halen. En dan zal ik dat hier op mijn online versie gaan doen. Dat is gemakkelijk voor mij. Mm-hmm. Kijk, als je... vandaag de dag de Romeins-Katholieke Kerk volgt die de futuristische versie van de Antichrist officieel uitgebracht heeft in 1590 door het boek dat gepubliceerd wordt door Francisco Rivera, die dan een jaar later verstorven is in 1591. Dat was natuurlijk toen om
ja, könnte da sagen, der Hitte von der Post um abzunehmen. Und da haben die Reformatie gehabt, der hat Protestantismus von Aha. Beginn von der 16. EU. Aha. Mit der erste Kehr der Term Protestantismus sehen abdeuten in 1529 auf dem Konzil von Speyer. Okay. En alhoewel dat de protest in het begin, als je naar Luther kijkt en zijn 95 thesen die hem aangeslagen heeft aan de kerkdeur van Wittenberg, die heeft hem in Latijns aangeslagen, niet in Duits. Maar okay. wat hem aangeslagen heeft, dat was in feite, ging in feite allemaal over de aflaathandel, dus de ja. indulgences. Ja? Ja. 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 Omdat hij heeft die ervaring gemaakt, hij was kort daarvoor in Rome geweest en heeft het allemaal met zijn eigen ogen gezien en heeft gezegd van dat kan nog niet die manier zijn hoe dat Jezus Christus wil dat ik tot hem vind. Dat lijkt me nogal wie dus ja. En dus hij heeft als professor natuurlijk toegang gehad tot de Bijbel en heeft ook het Nieuwe Testament kunnen gaan lezen en is daarop gekomen dat in feite de leer van de Romeins-Katholieke Kerk over de aflaathandel, die indulgences, uiteraard totaal onchristelijk is, onbijbels is. Dat lijkt me nog een virus, ja. Ja, en dat was de eerste protest. Nu, je moet weten dat natuurlijk ook de aflaathandel in die tijd bijzonder sterk in gang gezet geweest was, want de paus die op die tijd regeerde, wilde per se de St. Petersdom opnieuw bouwen. Mm-hmm. En die had vreselijk veel geld daarvoor nodig. Ja. En in Duitsland, dat ja in den tijd het Heilige Romeinse Rijk van Duitse Nazi was, dat duizendjarige Rijk, dat was ja compleet katholiek. Gelijk de rest van Europa ook, behalve de katholieke kerk bestond er geen andere kerk, dat moet men altijd weten. Mm-hmm. En door dat Heilige Romeinse Rijk van Duitse Nazi trok dan zo iemand door als een zekere Tetzel. Een Tetzel? Tetzel, ja. En die Tetzel, die was dus van de Vatikan, die was voor het indrijven van die aflaathandel verantwoordelijk en die ging van dorp tot dorp en had een soort theater daarmee bij, waarmee hij die mensen voorspeelde, dat als ze zich niet van hun zonden vrij kochten, dat ze in de hel gingen smoren, in vage vuren, de eerste ja, plaats, de hel daarna natuurlijk. Ja, 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 ja. Had zo'n theater daarmee bij. En als je dan een keer wilt bekijken, dat is een heel goede film gemaakt over het geschiedenis van Luther, die ik persoonlijk hier goed vind, van het jaar 2004, die kunt u online gaan bekijken. Mm-hmm. Ik denk dat Ralph Fiennes de hoofdacteur is die Luther daar speelt. Mm-hmm. En die film is op miraculeuze wijze nog altijd op het internet aanwezig, want het is eigenlijk een film die redelijk protestant is in zijn uitzegging en in zijn uitspraak. Mm-hmm. En dat vind je ja niet zo veel. Maar dus dat in feite de paus de antichrist is, of het pausdom de antichrist is een kennis die Martin Luther ook pas later verworven heeft, nog niet in 1517. Maar tegen die tijd in 1521, als de paus hem geëxcommuniceerd heeft, toen had hem het wel al door. En heeft hij de paus ook uitgemaakt voor de antichrist. Ja. Ja? Dat was 1521. En dat is iets, daar waren alle reformatoren zich over eens. Ja. En als je in feite te goeie de reformatie gaat bekijken, dan is de reformatie in feite niks anders als een terugkeer tot Bijbels christendom. Ja. Ja. Apostolisch christendom, laat ons zo zeggen. Dat wat het was voordat de Romeins-Katholieke Kerk het christendom ontvoerd heeft en zich de mantel van het christendom omgehangen heeft om zijn politiek heidens Romeins Rijk te verbergen. Ik wou dan nu komen op Daniel, omwille van dat we daarover bezig waren. Ja, precies. Maar je mag zo doorgaan. Maar er is een opmerking geweest van Vladimir Ilyich Lenin. Die heeft gezegd, de beste manier om met de oppositie om te gaan, is om hem over te nemen. Weet ik. Vladimir Ilyich Lenin is trouwens ook Jezuïten opgeleid. Ook dat nog een keer. Voor het geval je het niet weet. Hè? Dat wist ik dus niet. Maar bij deze, het was ook heel erg logisch eigenlijk dat het zo zou zijn natuurlijk. Hij is van Jezuïten getraind geweest en zijn opvolger. Want Lenin was diegene die dan in Rusland die Jezuïten terug toegelaten heeft in 1922. Mm-hmm. Ze waren ja uit Rusland uitgezet daarvoor. Mm-hmm. En hij heeft ze terug toegelaten. Maar hij had een paar dingen die hun qua politiek niet aanstonden, dus hebben ze hem vermoord. Mm-hmm. En zijn opvolger, Stalin. Jozef Stalin, ja. is 2 jaar opgeleid geweest in het Jezuïtencollege in Tiflis in Georgia.
Georgië. Georgië, ja, ja. Ja. En is dus een Jesuitenpriester. Ja. Engel. Dus die mag ook hier en daar eens een keer wat interessants gezegd hebben. Gelijk dat Hitler ook hier en daar een keer iets interessants gezegd heeft. Gelijk dat Voltaire hier en daar iets interessants gezegd heeft. Gelijk al die mensen eens een keer iets interessants zeggen. Maar het is niet omwille van dat hier en daar eens een keer een woordje waarheid uit hun mond komt. Mm-hmm. Dat ze daarom ook de waarheid toegedaan zijn. Nee, precies. Kijk, een als je wil liegen, moet je dat wel goed doen. Want als iedereen in de gaten heeft dat jij aan het liegen bent, dan spreek je dus eigenlijk de waarheid. Want dan zien ze jou liegen. Dus dan weten ze dat dat de waarheid is. Dus als je liegt, is het echt een hele, is een kunst om te liegen. En je moet vooral ontzettend veel waarheid produceren. En dan daartussen ja, heb je gewoon je eigen stiekeme boodschapje. Dus stel, ik ben in Amsterdam geweest en ik heb er iets stouts gedaan of zo. En iemand vraagt aan mij, hoe was het in Amsterdam? Dan kan ik uitgebreid gaan vertellen over tramlijn 13 en dat die te laat was. En dat ik een patatje gegeten heb met mayonaise. He? Allemaal dingen die waar zijn. Maar precies dat wat ik stout heb gedaan, dat vertel ik natuurlijk niet. Hmm. Of ik ook maak een klein rookgordijntje of zo. En dan heel veel waarheid. En dan denkt de luisteraar, nou, Perry is zo gedetailleerd over wat hij in Amsterdam heeft gedaan. Dat klopt wel. Ja, dat is de kunst van de leugenaar. Dat is, en dan moet je, dan mag je, dan moet je, mag je en kan je gewoon erheen prikken. En je mag dat allemaal weten. Ja, Henry Kissinger heeft dat eens een keer op een heel mooie manier verwoord. Ja. Hij heeft gezegd van, het is niet belangrijk wat de waarheid is, mm-hmm. maar wat als waarheid waargenomen wordt. Ja. Ja, precies. En dan ben je dus eventjes de boel aan het overnemen. Daarmee zijn we in feite terug bij het ja. onderwerp van gelijk verleden keer bij de Matrix. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. Die waarheid die je waarneemt, hoeft daarom niet de waarheid te zijn. Hè? Nee, precies. Dus niet omdat je in deze Matrix leeft, in deze schijnwereld, ja. dat dat ook daadwerkelijk het echte leven of de echte wereld is. Ja, helemaal niet. Maar dat kun je pas weten mm-hmm. als je het origineel een keer gezien hebt. Weet je, als ik je een vals 20 euro briefje geef, mm-hmm. dan weet jij alleen dat dat een vals briefje is, als je het origineel kent. Hè? Ja. Ja. Als je het origineel niet kent, kan ik je zoveel valse euro briefjes geven als dat ik wil. Je zou toch nooit niet snappen dat je bedrogen wordt. Ja, precies. Voilà. Zo doen ze dat met ons ook. Hè? Ze geven ons ook alleen maar valse euro briefjes. Daar staat een C van copyright op mm-hmm. en zeggen ons dat daar geld is. Mm-hmm. Dabei is het papier nog niet waard waarop gedrukt is. Ja, dat is helemaal waar. Oh, dat heet de studium sang, hoe deed jij bent ratio studiorum. Ratio studiorum. Ja, en dat heeft nu daar niks mee te doen, maar dat is dat Jesuitentheater dat ze voor ons in feite afspelen. Ja. Dat noemt ratio studiorum, ja, dat is een uitdrukking. En dat wordt ook uitgelegd in dat boek Rulers of Evil. Ja. Dus Herrschers van het Kwaad. Ja. Waar je dat kunt nalezen. Ja, precies. Maar dus als we over Daniel terug wil. Ja, goed zo. Ja? Pak hem maar op. Het ging ja darover dat de reformatoren in de eerste plaats, of Luther in elk geval, een andere agenda had in het begin, als den Antichrist te identificeren. Daar ging het hem helemaal niet om, daar is hem helemaal niet op geweest. Mhm. Aan de andere kant is het sowieso zo, de fout van alle reformatoren is mijns inziens nog altijd, dat ze dachten, dat ze de Synagoge van Satan, mm-hmm. wat de Romeins-Katholieke Kerk is, mm-hmm. Mm-hmm. kunnen reformeren. Die is niet reformeerbaar. Satan is niet reformeerbaar. Dat lijkt mij heel logisch dat dat niet kan. Je kunt daar alleen maar uitkomen. Daarom ook dat God zegt in mm-hmm. Openbaring 18, vers 4, kom van haar eruit. I mean, ik kan dat niet in Vlaams zeggen, maar come out of her, my people, that you be not partakers of her sins. Precies. Verlaat haar, mijn kinderen, of zo, mijn mensen, ja, dat je niet medeschuldig wordt aan hun zonden. Ja, precies. Daarom zegt hem dat. Mm-hmm. Je kunt het niet reformeren. Maar dus, als we dan over Daniel willen gaan spreken. Ja, leg het uit. Die toekomstleer die toen van Francisco Ribera in de wereld gezet werd. Mm-hmm. Dat is niks nieuws geweest voor de Jesuiten. Ja? Dus die leer van de toekomstige antichrist, mm-hmm. die is zo oud als de Romeins-Katholieke Kerk zelf. Mm-hmm. Omwille van de Romeins-Katholieke Kerk heeft door de eeuwen heen altijd al te vechten gehad mm-hmm. met
mensen in hun eigen rijen, priesters, kardinalen, mm-hmm. bisschoppen, weet ik veel, geleerden binnen mm-hmm. de kerk, mm-hmm. die op basis van dat zij in de Bijbel gelezen hebben, ook toen herkend hebben dat zij in feite de antichrist aan dienen zijn. Ja. Die mensen zijn ja niet stom geweest. Nee, natuurlijk niet. Maar tenminste niet die mensen die die Bijbel hebben kunnen lezen. Maar de gewone mens kon de Bijbel niet lezen. Daarom waren het donkere tijdperk. Ja. Het noemde ja niet donker omwille van dat je s'avonds geen licht aan had, geen kaars kon aansteken om licht te maken in je huis. Het was donker omwille van dat het woord van God verborgen was voor de gewone mens. Ja. Zo. En de reformatie heeft dan uiteraard tot stand gebracht dat wij de Bijbel gekregen hebben. Dat begon met Wycliffe en ging verder via Tyndale en Martin Luther. En dan hadden we de Geneva-Bijbel en de Koning James. Daar hebben we al gesproken. En de punt is, als je Daniel 9 gaat bekijken, dus diese Toekomst, die toekomstige leer van die Reformatoren, was noodzakelijk geweest omwille van dat alle reformatoren in den tijd de vinger geduld hebben naar Rome en gezegd hebben van, kijk, die mensen, daar zit de antichrist. Ja. So, en dat kon Rome natuurlijk niet laten staan. Dus moesten ze met een verhaal komen van wat hun uit het spotlight zet, zeg maar. Mhm. Om te zeggen van, nee, wij zijn niet de antichrist. De antichrist is ofwel al geweest. Dat noemt men preterisme. Oké. Ja. Dus de antichrist was ofwel Nero of Caligula of mm-hmm. zelfs Alexander de Grote of weet ik veel wie ze er allemaal voor uitgemaakt hebben. Mm-hmm. Daar heb je de publicaties van Louis de Alcazar over. Dan kun je dat lezen als je dat wenst. Mm-hmm. En die andere leer was dus, en dat was ook binnen de Romeins-Katholieke Kerk in de tijd zelf vroeger al de futuristische versie van de antichrist is iemand die komt pas in de toekomst. Ja. So, die kommt pas in de Zukunft en da ist een 7-jarige Tribulatie, een Tal van Droefheit, of hoe zeg je dat? Mm-hmm. Tribulation, wat is dat in Vlaams? Ik weet dat niet. Trübsal is dat in Duits. Tribulation, Tribulatie, Droefheit. Heel snel translate. Ja. English, Tribulation bedoel je? Tribulation, ja. Ja, Tribulation. Mm-hmm. Oké. Okay. En in German is het drangzaal. En in Duits, in het Dutch, Nederlands, beproeving. Beproeving, ja. In Duitsland is het rampspoed. Rampspoed is in Duits, maar. Ja. Zwart, ja. En dus een 7-jarige droefzaal. Mm-hmm. En dan gecombineerd met de leer van de rapture. Ja, dus de. Hoe zeggen ze dat? De verzameling, want de rapture is toch dat de christenen opgenomen zullen worden? Ja, bij wijze van spreken. Hè? Dus je hebt daar drie verschillende leerwijzen. Hè? Je hebt de pre-trip rapture, je hebt de mid-trip rapture en je hebt de post-trip rapture. Dus je hebt het ontrukken van de christenen van deze wereld, de kerk van Christus, voor de tribulatie, dus voor die droevige tijd. Mhm. Tijdens die droevige tijd of na die droevige tijd. Ja. Het zijn drie verschillende leren die geleerd worden. Ja. Je gelooft wat je ook wilt geloven natuurlijk. Mm-hmm. Ik geloof de Bijbel, die spreekt niet van een rapture. Klopt, ja. Dat is ook een Latijns woord met Latijnse afstamming. Dat komt in de Bijbel natuurlijk niet voor. Mm-hmm. Maar dat is een andere zaak. Ja. Dus als we naar Daniel gaan. Mm-hmm. Er staat in vers 24, en dat is dus de artsengel Gabriel, mm-hmm. die met Daniel hier spreekt. Mm-hmm. Omdat Daniel in het begin van dat kapitel 9, als we dat eventjes een keer mag lezen, het is dan wel in Engels, maar dan moeten ze dan maar een keer afdelen. Oh, dat leren die Hollanders maar. Ik lees nu maar de King James. In the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans, in the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Mm-hmm. Dus met andere woorden, hij heeft in de schrift geleerd, dat Jeremia die tijd van de verbanning van de Joden naar Babylon voorspeld heeft en dat dat 70 jaar betraagt. Mm-hmm. En dan zegt hem in vers 3, and I set my face unto the Lord God
to seek by prayer and supplications with fasting and sackcloth and ashes. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. We have sinned and have committed iniquity, and we have done wickedly and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments. And so on and so on. Ich kann das natürlich hier nochmal durchlesen, das ist sehr interessant. Mein Garten feierte darüber, dass Daniel auf den Augenblick an Bitten, an Pläden ist nach Gott. Und vor Vergebenes fragt von den Sünden von dem jüdischen Volk, das sie begangen haben und warum sie nun in Gefangenschaft in Babylon sein. So, und dann lesen wir mal eben Jesus Nikia von Vers 20 an, weiter. And whilst I was speaking, das Daniel, and praying, my confessing and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God or for the holy mountain of my God, yea, whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplications, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter, and consider the vision. Das als wir da eben just nicht hier will erneut legen, dann will das nichts anderes sagen, als ob der Augenblick, als Daniel auf sein Knie ging, in Sack und Ass gebeten hebt nach Gott, und um Vergebenes für die Sünden von dem Volk von Israel, auf Juda gebeten hebt, von auf den Augenblick auch, was sein Gebet gehört gewesen in den Himmel, und werd der Engel Gabriel ausgestürt, um ihm ein Botschaft zu bringen. Ja? Und er hat ihm sein Gebet getan, und Gabriel ist angekommen, und sagt von, at the beginning of thy supplications a commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Ich bin gekommen, um jou zu tonen, want jij seid geliefd. Groot geliefd. Ja. Sehr geliefd. Ja, sehr geliefd, ja. Darum versta de redenen en hou rekening met de visie. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. 70 Wegen sein vorbestemmt für jou Volk und jou heilige Stadt. Ja. Sprechen wir hier über Gottes Volk, Gottes heilige Stadt, oder über Daniels Volk und Daniels heilige Stadt? Leg uit. Ja, je hoort het toch, hè? Ja, maar leg het weeks, uit. 70 weeks are determined upon thy people. Oké, okay, het volk van Daniel dus. Ah, ja. Dus, op dat ogenblik zijn de Joden al niet meer het volk van God. Want ze hebben hem toch al de rug toegekeerd. Ze hebben toch al zonsaanbieding gedaan. Ja. Idolen aangeboden. Aangebeden. Ja. Ja? Ja, dus we spreken hier over, ja, ze zeggen altijd van de Joden zijn het uitverkozen volk van God. Wat staat hier dan? Hier staat toch duidelijk dat het gaat over het volk van Daniel en de heilige city van Daniel. Ja. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression and to make an end of sins. Dus 70 weken zijn bestemd over jouw volk en jouw heilige stad om een eind te maken aan de overtredingen en een eind te maken aan de zonde. Ja. En to make reconciliation for iniquity, om een weer goedmaking voor iniquity. Dus wat is dat weer in Vlaams, weet ik niet. Ik heb het toevallig hier op de Translates al staan. Ongerechtigheid of onrechtvaardigheid. Ja. Boosheid, onbillijkheid. Dus reconciliation, om weer wedergoedmaking te maken voor die boosheid. Ja. Ja? En eeuwigdurende gerechtigheid te brengen.
En om deze visie te sluiten, en deze profetie te sluiten, en om de meest heilige te anointen, dus te zalven. Ja. Voilà. Dus dat is heel duidelijk. Nu is die vraag natuurlijk 70 weeks. Oké, wat zijn 70 weken? En de Bijbel legt uit dat in biblische profetieën één jaar als één dag is. Of één dag als één jaar is. Klopt, ja, ja. Ja? Vandaar krijgen we onder andere de 1260 dagen ja? Van het donkere tijdperk. Ja. De 3,5 maanden. 3,5 jaar. Die 42 maanden. Dat is allemaal één en dezelfde tijd. Ja. En iedereen is het daarover eens, gelijk de Bijbel het zelf uitlegt, één dag voor een jaar. Dus, omdat in Bijbeltermen één maand 30 dagen is, en daarvoor ga je terug naar die tijd van de vloed, en daar wordt gezegd dat de ark 150 dagen op het water was, en dat was 5 maanden, 150 gedeeld door 5 is 30, dus elke maand 30 dagen. Ja. Ja, ik wil maar even zeggen, dat is allemaal in de Bijbel bevestigd en in de Bijbel vastgeschreven hoe je zo dingen moet lezen en interpreteren. Dat is heel belangrijk. Ja, ja, ja. Want Bijbelprofetie is niet voor persoonlijke interpretatie. Dat staat ook in de Bijbel. Je moet alles wat je in de profetie leest, moet je lezen gelijk dat de Bijbel het zegt dat je het moet lezen. Niet gelijk jij dat zegt en niet gelijk dat een paus u dat zegt, of weet ik veel, een priest of weet ik veel wat mens dat u dat zegt. Je moet het zo lezen als God het bedoeld heeft. Ja. Ja? Totaal met je eens. Dus, 30 dagen zijn 1 maand, zijn we overeengekomen. 1 week heeft 7 dagen. Ga terug naar Genesis, daar weet je van. Ja, ja. In 6 dagen heeft God de wereld gemaakt, op de 7 dagen heeft hem gerust, en dat was de eerste week, hè? Ja. Dus een week heeft 7 dagen. De Bijbelprofetie, 1 dag is 1 jaar, 1 week zijn 7 dagen, zijn 7 jaar, en 70 weken zijn 7 keer 70 jaar, zijn 490 jaar. Ja. Oké. Vers 25. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 80 and 2 weeks the street shall be built again, the wall even in troublous times. Dus versta hiermee, ja, weet hierbij en versta dat van den ogenblik als het bevel komt om Jeruzalem terug op te bouwen voor Messias, voor Jezus Christus, de prins, zal het 7 weken zijn en dan 62 weken, want een score is 20, 3 score is 60, 3x20 is 60 en 2 weeks. Dat is een oude Engelse rekenmanier, gelijk dat ze in Frans dat nog altijd hebben, als je in Frans 80 wil zeggen. Ja, ja, 80. Ja, 420. Ja, ja, ja. Of als je zegt 91, dat is 42-11. Ja, ja, 91. De Fransen tellen gelijk idioten. De Fransen zijn ook idioten, daarvan afgezien. Maar dus in Engels, neem je tijd. In Engels heb je dus in feite hetzelfde, dat ze hier met die oude tijd, een score is 20 en 3 score is dus 60. Ja. Ja, 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 ik ken het. Ik heb dus, om eventjes een keer duidelijk te zeggen, het zal dus 7 weken zijn en 62 weken. Ja. Hoeveel is 7 en 62? 7 is 69, volgens mij. 69, voilà. En de straat zal weer heropgebouwd worden en de muur en dat ook in moeilijke tijden. Dat was zo. Want ik heb nu geen goesting om op alles in te gaan. De mensen moeten nog eens een keer zelf iets gaan doen. Maar het is duidelijk bekend. Het is duidelijk bekend wanneer die bevel uitkwam om Jeruzalem terug op te bouwen. Dat was, als ik mij niet vergis, Artaxerxes. Die koning die dat toen gezegd heeft, dat toen moest opgebouwd worden. En dat de Joden daar teruggingen. En dat ze Jeruzalem terug gingen opbouwen.
En in die tijd, dat waren tijden dat ze zich ook heel vaak hebben moeten verdedigen. Bij wijze van spreken, in de ene hand hebben ze een steen gehad om de muur te bouwen, in de andere hand het zwaard om zich te verdedigen. Mm-hmm. Ja, het waren moeilijke tijden. Oké. Okay. Dus 69 weken zijn daar passiert. En dan staat in vers 26, and after 3 score and 2 weeks, mm-hmm. ja, we hebben eerst 7 weken gehad, mm-hmm. en dan 62 weken, mm-hmm. shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Dus, in Vers 25 lesen wir, dass wir erst 7 Wege haben. Das ist das Commandment, das zurück abgebaut soll werden. Das sind dus 49 Jahre. Mhm, und dann haben wir noch eine Kehr 62 Kehre 7. Ja, und auf diese 62 Kehre gaan wir hier nu in 26 auch zurück, aber dus diese 62 sind vorafgegaan door 7. Ja, ich sitte nu even ook bij de King James online, die heb ik dus ook in mijn ding staan. En welk hoofdstuk van Daniel? Is dat 9 waar je nu bent? 9, ja. 9, ja. En welk vers? Pak hem er ook. Nu ben ik in 26. 26, pak hem ook even mee. Go. After 3 score and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Dus na die 62 weken, die er afgegaan geweest zijn door 7 weken, aha. wat komt dan na 69? Even kijken hoor. Shall Messiah be cut off, but not for himself? Even kijken, ja, dan ben je me kwijt. 3 score and 2 weeks, dat zijn die 62. Ja, ja, dus we hebben eerst die 7 weken in vers 25. Ja. The commandment to restore and to build Jerusalem under the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. Yes. And 3 score and 2 weeks. So, 7 weken en 62 weken. Ja. En vers 26 gaat dan verder. And after 3 score and 2 weeks, dus we weten dat eerst 7 weken vooraf gingen. En dan die 62 weken komen, ja. hier in vers 25. Ja. Dus na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden, maar niet voor zichzelf. Wat komt dan na, want 7 plus 62 hebben we gezegd is? 69. Goed, wat komt na 69? Ja, 70, maar... Ja, ja. Ja, niet maar. Ja, ja, ja oké, okay, ja, ja. Ik probeer mee te rekenen. Na 69 komt 70. Ja. Dus als hier staat na 62 weken, waar we weten dat 7 weken vooraf gingen, dus het zijn 69 weken in totaal, ja. dan spreekt het toch over de 70ste week, of niet? Ja. Na de 62 weken? Precies, ja. Dat is dus de 70ste week van. 69 weken zijn gedaan na deze 62 weken, waar 7 weken vooraf gingen, 69 in totaal, mm-hmm. zijn we dus in de 70ste week. Ja. Goed. En dan staat hier, wordt Messias afgesneden. Maar niet voor zichzelf. Ja, is Jezus aan het kruis gestorven voor zich, of is Jezus aan het kruis gestorven voor nou, ons? Nou, volgens mij is hij voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Dus voor anderen. Ja. En waarom heeft hij voor andere mensen kunnen sterven? Waarom heeft hij voor andere mensen zijn bloed kunnen vergieten? Omdat dat nodig was. Nee. Ja, hij heeft gezegd, het is expedient for me to die... Ja, oké, okay, ja. maar dat is niet de reden. Ja, maar in zijn geval waarom heeft hij gezegd... Waarom heeft Abraham mm-hmm. Isaac willen opofferen, mm-hmm. gelijk God van hem gevraagd heeft? Mm-hmm. Mm-hmm. Maar waarom heeft God een ram, wat is dat, een geitenbok, weet ik veel wat, een ram laten komen? Een lam of een schaap of zo. Als vervanging voor Isaac, waarom? Mm-hmm. En waarom noemen wij Jezus het lam, Gods? Nee. Mijn vraag. Ik probeer te volgen. Ja. Antwoord dan gewoon mijn vraag. Nee, ik weet er niet zo snel een antwoord op. Wil je het invullen? Den punt is het volgende. Ja. Dat God aan Abraham vroeg om zijn enige zoon Isaac te offeren, mm-hmm. was een schaduw van die dingen die gingen komen.
Want dat God wilde ik zeggen, heeft dat bedoelde ik ook. Ja. Ingeboren zoon als offer. Ja. Maar Isaac heeft nooit dat offer kunnen gaan worden dat Jezus was, omwille van dat Isaac ook een zondige mens was. Mm-hmm. Maar Jezus is de enige mens die mm-hmm. ooit op deze aarde geweest is, mm-hmm. die compleet zonder zonde was. Ja. Adam was het ook mm-hmm. tot een ogenblik. Als een eerder naar zijn vrouw luisterde, mm-hmm. in plaats van naar zijn Heer. Ja. Adam is zijn lul achtergelopen, in plaats van zijn verstand. Dat heb je mooi vulgair gezegd, om maar eens een oud Nederlands woord uit de kast te trekken. Ja, maar het is vulgair betekent begrijpelijk, hè? Het is, ja, ik probeer dat zo duidelijk te maken, omdat die mensen soms ook eens een keer een beetje willen gaan lachen. En ik vind dat de Bijbel niet iets is waar je mee kunt lachen. Mm-hmm. Daarvoor is het veel te serieus. Absoluut, ja, ja, ja. Maar als je dat op een interessante en beetje entertainende manier kan brengen, mm-hmm. dan gaan sommige mensen zich daarvoor eerder openen, alsof dat je gewoon altijd maar met de biblische termen afkomt. Ja? Ja. En ik probeer het de mensen dus een beetje duidelijk te maken van denk eens een keer na. Ja, d'accord, d'accord. En Adam heeft ja van zich uit niet gezondigd. Eva heeft van zich uit gezondigd, want Eva heeft zich laten verleiden door de slang van die Appel te eten. Mhm. Want die slang heeft gezegd van ja, heeft Gott werkelijk gezegd dat je gaat doodgaan? Mhm. En Eva heeft geantwoord met een leugen. De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust, maar okay. Eva heeft gelogen. Ah, vertel. Want ze heeft gezegd, ja, want God heeft gezegd, we mogen die vrucht van die boom nog aanraken, nog eten. Uh-huh. Oké, okay, je kunt de Bijbel van Genesis tot Revelatie lezen, tot Openbaring lezen, en daar zal nergens niet in staan, dat God gezegd heeft, van, je mocht ze niet aanraken. Aha. Je mocht ze niet eten. En Eva heeft daar toegevoegd, niet aanraken. Aanraken of eten. Zo, en dan heeft de slang Eva die vrucht gegeven en ze heeft ze aangeraakt en dan zegt de slang, en zei er nu dood? Aha. Ah nee, ik ben niet dood als ik ze aanraak. Ja, dan kun je er ook van eten. Want ja. Dan zul je niet sterven, want je zult zijn als God. En je zult goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden. Ja, 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 ja. Jij zult zijn als God. Dus iemand die zelf de hemel uitgeflogen is, omdat hij zich God wilde maken of boven God wilde zetten, mm-hmm. die zelf geen God is, maar die zelf een geschapen wezen is, gaat aan een ander geschept wezen zeggen van jij zult zijn als God. Mm-hmm. Zo dom was Eva dus. Ik snap het. Zij geloofde, een heel mooi verhaal. Zij geloofde de slang die Lucifer was, of Satan op deze aarde, na zijn val. Mm-hmm. De val heeft de naam van Lucifer veranderd. Lucifer was de geschapen engel in de hemel. Mm-hmm. En na zijn val was hij genoemd Satan. Mm-hmm. De duivel. Staan allemaal uitdrukkingen, staan allemaal in de Bijbel. Is allemaal verifieerbaar. Komt niet van mij. Ik, Jörg, zeg dat niet. De Bijbel zegt dat. Dat klopt. En deze slang, deze duivel, heeft Eva verleid door die vrucht aan te raken en ze stierf niet om daarvan te eten en ze was lekker en dan heeft ze gezegd, dan geef ik mijn man daar ook van. Ja. Zo, maar de man wist, door God had het tegen hem gezegd, van jong, eet daar niet van. Ja. Want dat is niet goed voor jou. Nee. Maar hij luistert liever naar zijn wijf, dus hij loopt liever zijn lul achter zijn, in plaats van zijn verstand achter. Ja. Want Adam was diegene, die gezegd heeft, for this a man shall leave his mother and father and shall cleave unto the woman. Mm-hmm. Nadat God Eva gemaakt heeft. Heeft hem dat gezegd of niet? Ja, ik weet het niet. Nee, ik kan het niet echt bevestigen, maar ik geloof jou. Lees dan maar een keer na in Genesis. Het staat daar allemaal in. Okidoki. En Adam is dan nog de slimste man ter wereld geweest ooit, want Adam is de enige mens ooit, die God heeft iets zien schapen uit het niets. De zesde dag. Mm-hmm.
nadat Gott Adam gemaakt heeft, heeft hij voor Adam alle dieren laten gemaakt, mm-hmm. Adam dan benoemd heeft. Geschapen, hij heeft geschopt. Ze, ja. Hij heeft ze uit de grond voor zijn ogen ja. gevormd. Ja. Dus Adam is de enige mens op deze aarde ooit die God heeft echt iets zien scheppen. Ja. En toch heeft hij meer naar zijn vrouw geluisterd, mm-hmm. in plaats van naar zijn Heer. Mm-hmm. Met gevolgen daarvan dat hij dus ook in zonde gevallen was. Mm-hmm. En de zonde heeft de dood in de wereld gebracht. En de evolutietheorie leert juist andersom. Die zegt van, de dood brengt de mens voort. Waarentegen de Bijbel zegt, de mens brengt de dood voort. Ah. Nou ja. Omgekeerd. Nee, ik geloof ook, evolutietheorie, hè? Evolutietheorie. Ik dat, heel even, je mag zo dadelijk door. Maar evolutietheorie. Ik heb hier een boek in huis uit de jaren 30. 1930. En daarin wordt iets van 4 pagina's besteed aan de evolutietheorie van Charles Darwin. En er wordt gewoon gelijk al gezegd. We weten allemaal dat het niet klopt. Dat het helemaal niet kan. Maar voor de volledigheid van dit boek sta ik even stil bij de idioterie van Charles Darwin en zijn familie. Echt, dus staat erin hoor. De evolutietheorie is niet vanuit christelijke hoek, helemaal niet. Maar vanuit de empirische hoek. Het is gewoon biologen, scheikundigen. Iedereen onderzoekt toch? Evolutietheorie kan helemaal niet. Het is compleet ontdekkend. Het is niks. Het is zo weinig. Dat je alleen maar stom verbaasd kan staan. Met hoe hebben ze dat ooit voor elkaar gekregen. Om van die Charles Darwin een soort Elvis Presley te maken van de 19e eeuw. Alsof hij de wijsheid in pacht had. Het stelt dus empirisch, wissenschaftlich, niets voor. En dat weet. Nou goed. Maar je mag het erbij halen. Het is altijd leuk om even te zeuren over Charles Darwin. Wist je trouwens dat die familie Darwin alleen mogen trouwen en kinderen maken met de mensen van de familie Wedgwood? Nee, dat interesseert mij ook niet. Nee, maar dan kan je al zien wat een idioterie dat is. De familie Wedgwood was van het dure servies van porselein en zo. Hele rijke mensen. En die kinderen die mochten alleen maar kinderen maken met de familie Darwin. En dat stomme schip, die Beagle, dat was gewoon een militair schip, man. Dat hadden ze over. Die was dan van de Armada over of zo. Dat is een oud Armada-schip. Dat hebben ze opgelapt. En dan hebben ze dat stomme neefje naar in de buurt van Zuid-Amerika gestuurd. Galapagos-eilanden. En zijn oom had het boek geschreven. Dus zijn oom had het boek geschreven. En dat stomme neefje, want dat was er volgens mij. Het was gewoon een minder begaafd iemand. Die hebben ze gewoon voor een paar maanden, die arme jongen, op die stomme boot gezet, zonder douche. Hij zal gestonken hebben toen hij aankwam op de Galapagos, hoor. Bah. Nou, dat is altijd leuk om even te zeuren over. Ja. Dankjewel. Jij mag weer door. Oké. Dus, we waren in feite blijven staan in Daniel met de 70 weken. Ja. Om te begrijpen dat in vers 26, als daar staat, en na 3 score en 2 weken, dus 62 weken, zal de Messias afgesneden worden, maar niet voor zichzelf. Ja. Omdat hij, Jezus Christus, de enige mens ooit op aarde was die geen zonde begaan heeft. Ja. Daardoor was hij het vlekkeloos lam. Ja. Spotless lamb. Ja, absoluut. Hij is dat offer nadat al de offeringen van de Mosaïsche wet gewezen hebben. Mm-hmm. Hij is dat lam dat geslacht werd even voordat de wereld opgericht werd. The lamb slain before the foundation of the world. Well, dat is Jezus Christus. Ja. En we weten dat als de Israëli's in gevangenschap zaten in Egypte, dat God verschillende plagen over de farao en het land van Egypte gestuurd heeft, elke keer als de farao gezegd heeft van ik laat je gaan en liet ze dan toch niet gaan. Ja.
En met de laatste keer heeft hem het gedaan naar het feest van de ongezuurde broden. Mm-hmm. Je hebt het feest van de ongezuurde broden. Mm-hmm. En dan heb je dat Passoverfest. Dat Passoverfest is de eerste keer voorgekomen in de gevangenschap in Egypte. Mm-hmm. Dat God gezegd heeft, die avond neem iedereen in het huishouden van de Israëlieten een lam. Mm-hmm. Offer het. Mm-hmm. Neem het bloed. En smeer uw deurpost in met het bloed. Mm-hmm. En ik ga door Egypte die nacht. En ik ga in ieder huis dat niet met bloed besmeerd is van het lam, mm-hmm, binnen. En ga de eerstgeboorte van alle mensen en alle dieren ombrengen. Mm-hmm. En hij deed dat. Zelfs in het paleis van Farao. Mm-hmm. En alle eerstgeboren kinderen, mm-hmm, werden toen vermoord. Okay. Behalve die huizen waar de Israëlieten het bloed van het lam gedaan hebben. Ik snap waar je naartoe gaat. Dan zijn ze uit Israël uiteindelijk uit Egypte uiteindelijk uit mogen reizen. Mm-hmm. Want dat was te veel voor de farao. Mm-hmm. Ook zijn eigen eerstgeboren werd vermoord en al. En ze mochten dus eindelijk vertrekken. Ja. En dan gingen ze door de Dode Zee en God maakt die weg vrij, alles erop en eraan. En dan gaan ze 40 jaar door de woestijn. Ja. 40 is altijd een tijd van cleansing, van reinigen. Mm-hmm. Dat kan je meemaken als je de Bijbel leest en verstaat, dan komt het getal 40 altijd tegen als, mm-hmm, een getal dat te doen heeft met reinigen. Ja, vroeger, als ik heel even mag, vroeger in Nederland had je een liedje, Trouw niet voor je 40 bent. Dat was een hit op de radio. Mm-hmm. Ja, ga maar door. Ja, oké. Okay. En dus tijdens dat die Israëlieten nu in de woestijn waren voor die 40 jaar, zijn ze tot de berg Sinaï gekomen, waar dan de 10 geboden van zijn afgekomen. Ja. Ja. En na die 10 geboden hebben ze nog al die andere wetten opgelegd gekregen. Dat spreekt men van de ceremoniële wet. Mhm. Ja, dat gaat dus over het wet van wat ze moeten doen voor zondofferingen te brengen, voor dankofferingen te brengen en dergelijke dingen meer. Mm-hmm. Al die dingen. En dus ook het Sabbatfest. Het Passoverfest. Ja, 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 ja. Ja, dat elke keer, elke jaar op dezelfde dag herhaald wordt. Dat komt voor in de maand Abib. Dat is die maand die wij vandaag de dag april noemen. Uh-huh. Ja. Op de 15e dag of zoiets. Kun je in de Bijbel precies nalezen. Dus daar moet je mij niet voor hebben. Dat is dus maar niet is dat eerste Passoverfest in Egypte gebeurd. Mm-hmm. Waar de Israëlieten gevangen waren van de farao in de tijd. En vanaf die ogenblik werd dat feest elk jaar, mm-hmm, in gedachtenis daaraan gedaan. En ze slachten een lam. En vergieten dat bloed voor hun zonde. Aha. En dat is in feite een schaduw van die dingen die daar moeten komen tot uiteindelijk dat ene perfecte lam komt, namelijk de Messias. Ja. Jezus Christus. Ja. Dus we krijgen hier de voorspelling dat het Joodse volk, dat enige dat overgebleven is van de hele stam van Israël, dat er 12 stammen waren, mm-hmm, 11 zijn ondertussen al verdwenen, alleen Joda bleef nog over, mm-hmm, en deze mensen van Daniel, determined upon thy people, vers 24. Mm-hmm. Deze mensen krijgen nu de visie toegezegd van een ogenblik als het bevel uitkomt dat je Jeruzalem terug moet opbouwen. En dat je Jeruzalem en de tempel gaat opbouwen en alles erop en eraan. En dan gaat Messias komen, tot die tijd zijn 69 weken. Hè? 7 weken en 62 weken. En na die 62 weken, die voorafgegaan waren door 7 weken, ja, zal de Messias afgesneden worden, maar niet voor zichzelf. Ja. Omwille van, alleen hij kan dat doen, omdat wij gezien hebben, Adam was een zondenaar, Isaac was een zondenaar, het was gewoon een test van God naar Abraham naartoe, omdat hij zijn eigen zoon wilde offeren. En dat was in feite een voorbode, een voorschaduw van wat God met zijn zoon ging doen. Ja. Dus Messias wordt afgesneden na die 69 weken. En na 69 hebben we gezegd, komt 70. 70. En hij wordt afgesneden niet voor zichzelf. Ja.
En dan gaat het verder. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. Dat wil zeggen, met andere woorden, en het volk van de prins die zal komen, zal het heiligdom en de stad vernietigen. Ja. Oké? Dat staat heel duidelijk. And the people of the prince that shall come. Ja. Oké. Eventjes duidelijk daarover zijn. Want nu gaan we naar 27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Tot hier. Gaan we eens een keer lezen. Laat ons een keer rustig, laat mij een keer rustig lezen. Vers 26 en 27, één helft. En probeer mij te volgen en de luisteraars, toeschouwers, alstublieft ook. Probeer eventjes een keer te volgen. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblations to cease. Op wie heeft dat hij in vers 27 betrekking? Dat wil ik ook wel weten. Ja, dan hebt u dus niet zo goed gehoord wat ik gelezen heb. En dat maar dan moet de Heer zijn, toch? Voilà. Waarom? Vers 26 begint. And after 62 weeks shall Messiah be cut off. Ja. Want de dus hier moet er dan op de Messiah. Laat me een keer uitpraten om het duidelijk te maken voor iedereen, ook voor jou. Dat enige wat we hierna nog genoemd krijgen is the people, dus het volk, van de prins. En als dan vers 27 verder gaat, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, kan dat alleen maar betrekking hebben tot Messias, in vers 26. Ja. Want de prins, die hier in vers 26 ook angesproken wordt, wordt alleen maar vernoemd in samenhang met het volk van hem dat komt. Dus dat volk dat komt met die prins, kan onmogelijk die contract voor 1 week bevestigen. Dat kan alleen maar de Messias zijn. Grammaticalisch gezien, zoals het geschreven is, is er geen andere mogelijkheid. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Wat heeft Christus dan gedaan aan het kruis? Hij heeft zijn leven opgegeven, maar niet voor zichzelf. En op den ogenblik als hij den geest opgegeven heeft, is de voorhang in de tempel in Jeruzalem in 2 stukken. Gereten, van boven tot beneden en heeft het heiligste van het heilige opengelegd. Ja. Daarmee heeft hij duidelijk gemaakt dat die tijd voorbij is voor deze offeringen te gaan doen die allemaal alleen maar een voorschaduwing waren van het komen van Messias. Ja. Van Christus. Ja. Hij is het uiteindelijke lam. Na het vergieten van zijn bloed accepteert God geen offeringen meer. Daarom heeft hij die voorhang in 2 gedaan. Ja. En het opengelegd. Ja. Caiaphas, de hoge priester van de Joden, was toen in die tempel en heeft voorbereidingen gedaan voor die Sabbat, voor die offeringen te gaan doen. En hij heeft het niet verder kunnen zetten, want het heiligste, de heilige, was blootgelegd. Ja. Als dat blootgelegd is, dan kunnen we daar geen offeringen meer doen. Hè? Ja. Ik begrijp het. Ongelooflijk, hè? En dus de toekomstleer van die antichrist gaat het hij die de contract met velen voor 1 week zal bevestigen leggen op de prins en die people die zullen komen. Op die prins. Ja. Met in deze prins is bedoeld, en dat moet je natuurlijk weten, je moet natuurlijk een beetje geschiedenis kennen. In 70 na Christus kwam prins Titus
op die ogenblik. De zoon van de Romeinse Caesar Vespagius, met de 10e legioen om Jeruzalem tot as om te vormen. En gelijk Jezus in Matthäus 24 gezegd heeft, dat geen steen op de andere zal blijven staan. See all these things, not one stone shall be left upon another. Ja. Heeft Jezus gezegd. Ja, ja. En Jezus heeft gezegd van, die tempel gaat kapot en ik ga hem in drie dagen terug opbouwen. Hij sprak natuurlijk niet over de letterlijke tempel in Jeruzalem, hij sprak over het lichaam. Mhm. Maar de punt is, dat de toekomstleer zegt, dat deze prins en dat volk dat zal komen, die prins die zal komen, hij gaat die contract voor 1 week bevestigen. Mhm. En hij zal de offeringen en oblaties tot stop brengen. Wat was een oblatie? Nu laat me eens een keer uitpraten. Sorry. Zoek dat eens een keer op. Nou, ik moet dat echt een keer even kwijt, want we zijn al bijna. Ja, die gaan maar. De punt is, we hebben vandaag de dag een staat van Israël in het Nahe Oosten, waar dat ze een tempel willen bouwen, waar dat ze terug offeringen willen gaan brengen. En iedereen kijkt uit naar dat er eindelijk eens een keer vrede komt in die streek. Ja. Dus, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, is dat wat Jezus 2000 jaar geleden gedaan heeft, door aan het kruis te gaan hangen, door zich te laten kruisen en zijn bloed te vergieten voor onze zonde, ja. En daarvoor te zorgen dat de offeringen en de oblaties en allemaal stoppen en niet meer verder gaan. En de Romeins-Katholieke Kerk draait met zijn futuristische versie van die Antichrist dat om en zegt van, in deze tempel in Jeruzalem gaat een antichrist gaan komen. Die gaat een vredescontract tekenen met de Joden voor 7 jaar. Mm-hmm. En die gaat een einde brengen aan de offeringen. En dan weet iedereen wie de antichrist is. Waar in feite het pausdom al heel die tijd die antichrist is. Het maakt dus niet uit wie dat ze daar zetten. Ze kunnen daar Mickey Mouse zetten als antichrist. Diegene die daar die contract gaat sluiten, die vredescontract gaat sluiten en dan ineens die offeringen gaat verbieden, iedereen gaat met de vinger wijzen en zeggen van dat is de antichrist. Maar de biblische, historische en profetische antichrist is, was en zal voor altijd dezelfde zijn die hem altijd was. Ja. Het pausdom. Ja. Yes, dat is waar. En dat is de grote gevaar van het futurisme. En dat is de verkeerde uitleg die in alle kerken in deze wereld gegeven wordt over Daniel 9, 24 tot 27. En wat je ook moet weten, is dat er bestaat zoiets als een, in Engels noemen ze dat Talmudic curse, een Talmudische vervloeking. Ja. De Talmud is de leer van God, die de Joden uit Babylon meegebracht hebben. Dat is het mixen van profaan en divine leer van God met zonaanbidding uit Babylon. Ja. Dat is de Talmud. Ja. En dus de Talmudische vloek wil zeggen, ik kan het opzoeken, maar we hebben toch geen tijd meer, ik heb daar nu geen goesting voor, maar de Talmudische vloek wil in feite zeggen dat iedereen die de Bijbel in de hand neemt en die het boek van Daniel opent, kapitel 9, in deze verse gaat lezen, dat die zijn hand zal verrotten en het vlees van zijn hand zal afvallen en hij zal voor eeuwig in de hel gaan rotten. Echt waar? Hij probeert op basis van dit boek te bestemmen, uit te rekenen, te kunnen te weten komen wanneer dat de Messias komt. Ja. En dat kun je opzoeken. Dat is niet wat ik zeg, Talmudic curse, zoek het op. Ja, dat is echt, ik heb daar. And by the way, in de Joodse Bijbel. Ja, de Torah is bedoel je. Het van Daniel niet in het boek van de profetieën. Dus Daniel is voor hun geen profeet. Ja. Komt er ook nog een keer mee bij. Naast al die andere interessante dingen die Daniel terwijl natuurlijk Daniel geschreven heeft. Daniel is meer als alleen maar kapitel 9. Maar kapitel 9 is absoluut essentieel om te verstaan. En om de leugen van de toekomstige antichrist te ontmaskeren.
Der Antichrist ist ein was altijd het Postum, soll nooit iemand anders sein. Ja. Maar door diese Zukunftslügen in der Welt zu setzen, gaan sie den Menschen mit Ratio Studiorum ein Jesuitentheater iets vorspielen. Maar kijk, den Punt ist doch, das wissen sie auch hunderte von Jahren zurück. Maar dus om dit te kunnen vorspielen vor den Menschen, moet er een staat van Israël bestaan. Dus moest je Zionisme in de wereld brengen. Ja. En moest je een staat van Israël oprichten. Kost wat het kost. Ja. En ook al kost het zogezegd 6 miljoen dode Joden. Ja. Dat speelt geen rol. Ja. Israël moet er komen. Want zonder Israël heb je geen toekomstige tempel en heb je geen toekomstige antichrist. Ja. Dat is het bedrog dat wij allemaal mee opgezadeld zijn. Ik vind dat ik het ontzettend goed heb samengevat. Ik ben trots op je. Op ons. Nou, we zitten al 1 minuut over tijd. En ik had eigenlijk gedacht dat we het zouden gaan hebben over die moordpartijen op die Amerikaanse presidenten. Want daar weet je ook alles van. Ja, en dit is ook een beetje mensen angst aanjagen. Helpt ook om ze tot de waarheid te drijven. Hè? Iedereen die maar denkt van, oh, het is allemaal leuk hoor, want Ajax speelt tegen VVV. Zo. En daarna tegen FC Vilvoorde. Alles gaat goed, maar dat is helemaal niet waar. Dat is het punt. Maar kijk, ik heb nog nooit van mijn leven een heel uur over Daniel 9 zelf gepraat. Ik was altijd maar zelf op momenten aanwezig wat Tom Frest dat in Engels uitgelegd heeft. En ik heb dat nu voor de eerste keer in en dan nog een voor mij vreemde taal geprobeerd te doen. Nederlands. Dit over te brengen. Ik kan alleen maar iedereen van je luisteraars en toeschouwers aanraden, lees zelf het boek van Daniel. Ja. Lees het met verstand. Ja. En als je dat met verstand leest, dan is er geen enkele mogelijkheid dat je in vers 27 die hij kan linken aan de prins en dat volk aan de prins die zal komen in de toekomst, aan Titus. Ja. En dat was vervuld in 70 AD met de 10e legioen, waar dat Jeruzalem compleet vernield werd. En de tempel compleet vernield werd. Ja. En er bleef geen steen op de andere gaan staan, want er was overal goud tussen de stenen en ze hebben het met vuur daaruit gesmolten om al dat geld mee te kunnen gaan nemen. Oh, ja, joh. Okay. Maar dat kun je allemaal opzoeken. Dat is geschiedenis. Oh, nee, ik geloof het wel. Dat is... Ik bedoel maar, dat heeft niks met Bijbelstudie te doen. Nee, maar ik dank je, Perry, voor mij de mogelijkheid te geven dat ik dat hier eens een keer in Nederlands zo duidelijk heb kunnen gaan zeggen. Echt waar. Nu moet ik dat allemaal alleen nog maar in Duits een keer nog gaan doen voor mijn Duitse broers en zussen. Dat lijkt me ook leuk. Want ik kan echt niet goed Duits. Dat is niet waar. Maar ik denk dat ik kan er wel een gooi naar doen. Dus als jij mij nodig hebt, dan doen we een keer een uitzending in het Duits. En dan mag je het helezelfde verhaal nog een keer houden. En dan probeer ik gewoon in het Duits mee te praten. En laat jou zoveel mogelijk aan het woord natuurlijk. Want ik kan in mezelf ook, ik kan ook zo een uur vol kletsen hoor. Maar het is erg leuk dat jij jouw kennis met mij ook natuurlijk. Ik leer er ook van hè. Maar ook met al die... Ja, weet je ook weer op zijn Limburgs? Hier in Nederland hebben we ook Limburg, hè? Ja, weet ik, ja. Ja, ja. En daar noemen ze het Rotje Hollanders. Ah ja. Die Rotje Hollanders. Die Hollander. Ja, ze moet het, je moet mensen toch... Het is de waarheid die je vrij zal maken. Punt. En we kunnen het op verschillende manieren zeggen. En ik vind dat wij elkaar ook in dit gesprek weer goed hebben aangevuld. Blijf je even hangen, Jurk? Dan ga ik op de pauze, dan ga ik de stopknop drukken. Dan gaan we even afsluiten met z'n tweeën. Ja? Ik doe even een laatste woordje tegen mijn luisteraars. Nou, luisteraars, ik hoop dat jullie echt ontzettend goed opgelet hebben. En de King James, die kan je gewoon kingjamesbibelenonline.org. En dan kom je er wel uit. King James. Hè? Bijbel online. Dan vind je hem wel. Dan kan je checken dat Jurk niet uit zijn nek kletst. Heb aandacht, heb liefde.
En tot de volgende keer, want ik denk dat ik nog een keer met Jurk ga praten. Tjus, tot de volgende keer.